Plan Monac, Waterkant, eerder gepresenteerd. Ik geef u de vorderingen, maar ik geef eerst een klein beetje geschiedenis. Het betreft dus de Waag, de waterkant van Waag tot aan het gemaal Jode-Breestraat. En daar zijn hele mooie plannen ontworpen voor een eventcentrum, een theater, kunstmuseum. Het is allemaal cultuur en een amfitheater. Cultuur wat de klok slaat. En de donor, de heer Hogeboom, die is bereid daarvoor minimaal 50 miljoen US neer te tellen. Hij zegt ook eventueel meer verder te willen gaan. Maar dan moet het wel doorgaan. Hier ziet u een plaatje. En nog eens een plaatje. Dat zijn impressies. Impressies die nog helemaal kunnen veranderen. Want een van de voorstudies is het betrekken van een stedenbouwer, een architect erbij. En die gaat het dan helemaal op een rijtje zetten. Even een impressie van de huidige situatie. Waarmee eigenlijk aangetoond wil worden van dat het nu wat rommelig is, zacht uitgedrukt. En dat we het heel mooi kunnen maken. Maar het is niet eenvoudig om daar te komen. Wat ik al zei, er komt dus een stedenbouwer ontwerp erbij. En dan komt er misschien een heel ander plaatje uit. Alles gaat dadelijk in een stichting. Een stichting zonder winstoogmerk. De stichting Monac, die al opgericht is trouwens. Maar de bestuursvorm die moet nog worden in place gebracht worden. Oké, wat ik al zei, onderzoeken en de aanleg ten laste van de heer Hogeboom. Hij is oud-eigenaar van Prolasco, oud-eigenaar van Faco. Hij heeft beleggingsmaatschappijen, 1 hier in Suriname, 2 in Curaçao, op Curaçao moet ik zeggen. Daar heeft hij goed mee geboerd. En hij is op leeftijd, hij wil het graag achterlaten voor de gemeenschap. Er zijn veel verkennende gesprekken geweest met iedereen zo'n beetje. Ze staan hier genoteerd. De bedrijven waren natuurlijk bezorgd, hun investeringen. De standhouders zijn geïnformeerd, evenzeer zeer bezorgd om hun broodwinning. Er zijn een aantal clusters, ministerbesprekingen geweest met de clusterministers en minister. Een zevental ministers hier aan tafel in deze kamer of elders. Er zijn commentaren ontvangen en verwerkt in een MOU. En die MOU is op het ogenblik in onderhandeling met de donor. Maar ik wil er wel bij zeggen, we zitten in een lastige fase. Het is geen eenvoudig werk. En als het, we hopen dat het door kan gaan, daar komt het wel op neer. Pas als die MOU akkoord is voor beide, dan gaat de voorbereiding van start. En daarbij zijn dus alle voorstudies